Hij doet maar. Tijd voor een drag race. Ze beginnen hier. Hij heeft hem. Nee, hij heeft hem niet. Jawel, hij heeft hem. Nee, hij heeft hem niet. De badkamer gaat gesloten worden en mijn ouders gaan een gloednieuwe badkamer krijgen. Schone slaper. Schone slaper. Alles lekker. Oké, okay, attack. Attack. Op hem springen. Ja. Oh, man. Van een cijfer. Net klaar. Van een cijfer 1 tot en met 10. Hoe rot voel je? Nu 8. Je bent wel echt. Nee. Ik ben best wel fit. Ik heb even thuis geslapen. Doe me goed. Ja, het is namelijk al 2:30, hè? Mooi content. Er zit een grinniken achter dat ding. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Sjiet en ik hebben een beetje een slome start vandaag, ook met platen. Hey, dankjewel maat. Sjiet en ik hebben tot heel laat vannacht aan de wijn gezeten en aan de drankjes, dus we zijn een beetje moe. Ik heb net al heel lang beneden zitten editen. Sjiet heeft bijna de hele nacht niet geslapen. Nacht, wat zeg ik nou? Sjiet heeft bijna de hele nacht niet geslapen, dus die is net nog even naar bed geweest. En die heeft... Ik weet niet wat ik zeg. Gast, dat komt er een lucht van jou af. Zo, rek je. Zo. Oh, overal er vandaan, hè. Ja, je oksels, je leuter, je reet. Nou, je schaam maar. Oh ja, gaan we dat even vertellen. Nee. Want jij hebt ook weinig geslapen. Ja, heel weinig. Oh. Ook ja. Omdat jouw kinderen om 6:30 in de ochtend met een waterpistool uit mijn nest lopen te knallen. Ik heb niet wakker gemaakt. Hij heeft niet wakker gemaakt, maar hij wel, hè. Hij stond echt. Hey, hij zegt: Don, ik doe mijn ogen open. Tssst, gelijk blind. Ja, maar dat is niet normaal. Echt zo. Ik hoorde wel. Luciano was boven, Miliano was boven. Dus al je kinderen waren boven. Ja, ik liep naar boven toen op een gegeven moment. Ik hoorde jou nog schreeuwen: Don erop! Ja. Laat ons slapen! En ik lag alleen maar te lachen. Het was wel een goede prank, man. Ja. Hey, vlees. Goed zo, dat was een goede prank. Ik zou hetzelfde doen hoor. Ik heb van 12:30 tot 2:30 heerlijk zitten editen achter mijn laptopie. Sheet heeft toen bijgeslapen. En nu gaan we even een lekker bakje koffie zetten. En dan gaan we een ontbijtje fixen. We hebben nog bijna niks gegeten. Ik heb alleen een paar aardbeien op. Je bent ook echt net klaar met editen. Ja, ik heb heel lang zitten editen. Heb jij gezellig naast me gezeten op de iPad? Ja, en ik heel lang zitten wachten ook. Ja, jij wil spelen hè? Ja, zo. We gaan er van tussen. Het is tijd om even een lekker ontbijtje te halen. En terwijl we dat gaan doen, zit ik lekker mijn video te uploaden op de hotspot. Want we hebben geen geduld meer om thuis te blijven. Jongens, help. We zijn een beetje moe. We zijn zo moe. Maar we gaan het 1 keer goed zeggen en dan gaan we niet meer zeker dat we moe zijn. Anders horen zij de hele tijd, we zijn moe. Oké, 3, 2, 1. We zijn moe. We zijn echt heel moe, jongens. Oké, dat was hem. We gaan zo meteen lekker lunchen! Wat denken jullie wat we gaan eten? Laat het weten in de comments. Bij 20.000 likes gaat Sjiet zijn eigen tenenkaas chappen. Nee. Bij 20.000 likes gaan we Sushi Point, alles bij Sushi Point bestellen. Omdat we zo verrot zijn, hebben we besloten verstandig te doen. En we gaan gezond ontbijten, dus we gaan even lekker de McDrive in. Je zou het niet meer zeggen. Nee, ik moe. Moe. Wat over moe. Moe. Je moet in een weiland staan, jij. Nou, we gaan nu iets eten uit het weiland. Lekkere vlees, man. Lekker. Dit blijft toch zo lekker. Het gaat nooit vervelen. Ik heb ook nog kipnuggets. Eet smakelijk, mannen. Mm. Bon appetito. Gio, jij bent de oudste zoon van Shahid, van je vader natuurlijk. Wat is je grootste irritatie aan hem? En wat vind je het leukste aan hem? Mag heel eerlijk zijn, hoor, want... Echt door het rot vragen. Telefoon is stom. Telefoon is stom, ja, daar klagen we allemaal over altijd. Klopt. Hij zit de hele dag op zijn telefoon en daardoor hoort hij je nooit. En wat vind je het leukste aan hem? Dat is niet heel enthousiast. Bijvoorbeeld dat ik op de waterscooter mag op iets. Dat je op de waterscooter mag? Ja, en andere dingen. Ja, je mag veel. Ja, je mag wel veel, ja. Oké. Okay. Nou, heb je dat nooit verteld? Weet ik. Nee, daar ben ik wel blij mee. Nou, hij was heel subtiel en heel bescheiden. Hij had ook helemaal los kunnen gaan. Ja, dit is fucking irritant. De hele dag op zijn nest. Ja, dat lig je ook. Dat vindt je dochter kut aan jou. Je ligt de hele dag op zijn nest, die sukkel.
Dat was de eerste keer dat je bij mij kwam. Ja. Hij is een sukkel. Hoezo is je vader een sukkel? Ligt hij heel lang te slapen op zijn nest? Weet je wat je eigen kinderen zeggen? Ze zeggen je bent een sukkel, zeggen ze. Ja. Nee, joh. Wie doet dat wel eens? Patat eten, maar omdat je niet meer kan dippen, doe je... Mag ik dat rietje? Nee, dat doe ik echt niet. Dat is echt naar. Papa, waarom zou ik dat doen? Rietje. Hij wil frietje. Nee, rietje. Oh, rietje. Dit is echt goud, hè. Let op. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Ga je even staan? Au, au. Pjoe. Kijk, hij kijkt er zo dom uit zijn ogen. Ja, maar hij vindt het niet erg, ken maar. Nee, hij vindt het helemaal niet erg. Hey, joh. Luciano. Kijk, je zus is je aan het beschermen, hij Luciano. Hij is dol op water. Pjoe. Sommige kinderen gaan huilen. Ja, hij vindt het lekker. Doe maar bij Luciano, niet bij mij, hè. Ze doet het nog even. Hop, bij papa, lekker. En nu alleen nog bij mama, nu alleen nog bij mama. Rik je dat? Nee. Hop, hou op, ik vind het niet meer leuk. Hé, hey, Sjiet, kom eens even met de kunstgebit. Op, even spoelen. Spoelen, kom. Ik wacht maar even inzoomen. Het is geen kunstgebit. Het is geen kunstgebit, hè? Het lijkt op een kunstgebit. Ja, het zijn opzetstukjes, toch? Of hoe heet het? Het zou ook moeten gebruiken, opzetstukje. Luciano, ga maar zwaaien. Ga maar zwaaien. Ho, oh. Nee, niet op de hij doet maar. Wat doe je? Kind zijn echt geniaal. Oh, no. Hey gast, luister dan. Luister. Oké, ja. Als mijn telefoon leeg is, kan ik dit gewoon gebruiken om te bellen. Ja, blazen. Bellen. Blazen. Bellen. Goed. Weet je wat echt super vet is, dames en heren? Morgen is het voor mij maandag 8 juni. En dan gaat het gebeuren. De badkamer gaat gesloopt worden en mijn ouders gaan een gloednieuwe badkamer krijgen. We hebben er een tijdje naar uitgekeken. Het is iets later gepland dan dat de bedoeling was. Hoorde eigenlijk eerder te gebeuren, maar dat duurde wat langer omdat ze gewoon wat puntjes op de i moesten zetten. Dat is gebeurd. En dan nu gaat het echt gebeuren. Ja, ik kom eraan, ja? Ze gaan een paar dagen slopen en daarna gaan ze alles monteren, betegelen, weet je wel. En dat gaat ongeveer 10 tot 14 werkdagen duren. Ja, en jij hebt een helm op. Vertel jij maar wat we gaan doen. Crossen. Crossen, hè? Bij de zaak. Bij de zaak van je papa, ja, gaan we even motorrijden. Hoppatee. Morgen is Shahid er ook bij. En dan als het goed is, mogen we ook zelf slopen. Shahid heeft er gewoon een mannetje opgezet. Die gaat het helemaal doen. Het slopen, het monteren, helemaal mooi maken. Maar met het slopen mogen we misschien meedoen. Dus dan kunnen we gewoon even die hele badkamer gaan slopen, je vader en ik. Even gewoon gek doen. Ja. Dan heb jij een mooie helm op, zeg. Ik ben klaar. Ja, je bent er klaar voor. Ja. Let's go. Piggy. Hebben we dit hele trein om te crossen? Ja. Hoeveel dirtbikes en quads hebben we? Vier. Hebben we er vier staan? Ja. Kleine. We hebben drie crossmotortjes en één quad. En allemaal eigen grond hier. Dat is allemaal van Sjiet. Dus hier kunnen we lekker crossen. Een heel parkeertrein. Kijk, loopt helemaal door naar achter nog. Is lekker hoor. Hey. Leuk. Hey, de loods gaat open. Nou, gaan we eens even binnen kijken. Het is wel koud buiten. Kijk, dit is toch ziek. Hier komen alle spullen vandaan, jongens. Ik word niet betaald om dit te zeggen. Dit is serieus echt zo. Oh, daar staat hij. Deze is voor mij. Is die van jou? Gaaf, man. Gifgroen. Het is Kawasaki. Oh nee, het is KLX of zo. 110 cc, geloof ik. Er staat 110 aan de zijkant. Kijk, hij groeit op met een crossmotor. Ik groeide met dat op vroeger, met een fiets. En niet eens zo mooi. Met een quad. Ja, jij ook met een quad, hè? Ja, kijk maar. Waar? Oh! Gave stickers. Hey, gasten! Lijp, jongen. Snap erop. Gas erop. Oh, hey. Rijden, Virginio. Plank hem de loods uit. Kom op. Vroom, vroom, kom op. Hop. Ga met die banaan. Lekker, man. Tot zo. Haha, kijk deze. Deze is gewoon mini. Heng. Let's go, Sjiet. Hey! Kijk eens wie hier aankomen. Hij neemt de buitenbocht. Hij neemt de binnenbocht. Hey! Haha, lachen joh. Hey, dit is ziek, hè? Lijp shit. Voelen gas. Maakt het lekker geluid, heel dof.
Gaat hartstikke in, joh. Kijk, Sjiet is fanatiek, jongen, die wil inhalen. Ja, ik kan hem niet inhalen. Ik kan hem niet inhalen, zegt hij. Kijk, let op, ik heb achter de auto's. Kijk, deze lens kan niet mega ver inzoomen. Sjiet probeert hem in te halen, maar het lukt hem niet. Ja, daar gaat hij, nee. Daar ben je dat kunstschap in. Kijk. Ja. Ja. Hij heeft hem, nee, hij heeft hem niet. Jawel, hij heeft hem. Nee, hij heeft hem niet. En die groene trekt veel sneller op. Kijk. Kijk, hij snijdt hem gewoon af, die kleine. Ja. Hey, jij probeert in te halen, hè? Ik kan niet even plus, ik moest weer aan. Ja. Dames en heren. Zoon tegen vader. Tijd voor een drag race. Ze beginnen hier. En daar zo, ik zal er even heen lopen, is de finish. Dit is de finish. De tuinslang. Dus daar beginnen ze. Ze gaan een drag race doen. En dit is de finish. Oké, 3, 2, 1, go! Jezus. Overduidelijk. Er gaat een wheelie komen, dames en heren. Oh, dat snap ik wel, papa. Ik was gisteravond, had ik een paar wijntjes op en toen had ik zijn helm, sprong het zwembad in, dus dat was niet heel erg. Sjiet wil geen wheelie, omdat hij geen helm op heeft en de helm is gisteravond dus gesneuveld. Omdat Sjiet met de helm van zijn kind in het zwembad sprong. Enge poelen, dames en heren. Ha, dit is zo lijp. Wow, Sjiet me dood, man, jezus. Ze is ineens een kind omdoen. Oh, dit ding gaat gelijk op twee wielen, hé. Gaat gelijk op twee wielen als je een bochtje maakt. Wow, oh. We gaan even uit stilstand van 0 naar 100 proberen. Oh, beetje stroef. Ja, daar gaat hij. Hop. En dan gaan we zo de bocht om. Ja. Ja, gaat gelijk op twee wielen dat kreng, hoor. Hey. Shahid kan ook echt alles. Maar ook echt alles. Dat is het ook een Mogol eerste klas. Hij kan allemaal dat soort nutteloze trucjes en dingetjes. Kijk, hij houdt het gewoon de hele tijd vol, joh. Papa, die banden zijn leuk. Nee hoor. Nou, dames en heren, ik kan natuurlijk nu achterblijven. Ik moet ook even proberen om op twee wielen om te rijden. Gaat het me lukken? Nee. Moet je er veel proeven om dat te kunnen? Nee. Hoe moet dat? Ja. Een beetje warm, hè? Ja. Lekker hoor. Oh, dat gaat fout. Houd toch in. Hoe laat morgen bij mij? Een uurtje of 12 ben ik bij je. Maar ze komen om 8 uur. Ja? Nee, ik denk een uurtje of 11, 12 dat ik bij jou. Oké. Hey, niet zo ref hier, er staan hoge boetes op, geluidsoverlast. Weet je wat heel raar is? Ik heb elke keer een klein probleempje met mijn eindstukken van mijn uitlaat. Kijk, zie je dit? Elke keer als de uitlaat heel heet is geworden, dan bladert zo mijn lak eraf. Zie je dat? Heel raar, dus eens in de zoveel tijd moet ik dit elke keer opnieuw laten spuiten. Maar dat is helemaal kut. Vaak als ik ref, kijk, deze kant heeft het dan niet. Of misschien wel als ik eraan pulk. Nee. Nou, dat stuk moet weer overgespoten worden. Maar dat is klote. Mijn rubber is 4 keer stuk gegaan. Jouw rubber. Ja, dan lopen er 4 rond nou. Volgens mij het soort verf wat ze op zo'n eindstuk doen, dat heet poedercoaten, geloof ik. Maar dat werkt denk ik niet. Nou, dan ben ik 2 dagen bij Shahid geweest. En dan verlang ik toch zo naar mijn hond. Och, ik heb zin om Bobo gewoon helemaal dood te knuffelen. Nee, niet dood knuffelen, want dan is het Daga forever. En dan kan ik er niet meer knuffelen. Vandaag was er echt een lekker vaag dakkie. Dakkie? Mijn praten, man. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik wil ook letterlijk zeggen, vandaag was een vaag dagje, maar ik heb er wel heel erg van genoten. Ik ga maar snel naar huis, de hond knuffelen, editen en de pot bevuilen. Dit is alles wat ik nu nodig heb in mijn leven. Bobby, kom eens bij Basie. Hallo, kom eens even knuffelen. Ik heb jou zo gemist. Hallo. Zo. Oh, oude ijsbeer, kom even vechten met me. Oh. Ja, nu ga ik naar de pot. Dan ga ik hem flink bevuilen, want ik zit al een uur in de auto op te houden. Nee, oh, ze loopt weg. Bobo, kijk eens. Kom eens hier. Zit. Oh.
Hop naar binnen, heel dik Bill. Zo, dames en heren, laten wij een van de laatste keren deze prachtige badkamer bekijken. Kijk eens, dit is toch retro. Dit is toch old school. Ik ga nu even een paar before en after shotjes maken voor de vlog als de badkamer af is. Veel video's gemaakt. Veel dingen gebeurd. Heel vaak mijn tanden gepoetst hier. Heel vaak gepoept hier. Heel vaak mijn smegma eraf gewassen. Heel vaak mijn tarwe weggewassen. Heel veel vlogs gemaakt. Straks word ik nog emotioneel, dus ik ga maar snel editen. Lekker editen. Oké, dames en heren, dat is de vlog. Ik hoop dat jullie van deze vlog genoten hebben. Het was een heerlijk dagje. En ik hoop dat jullie ervan meegeheerlijkt hebben. Ik zie de comments over mijn haar, over mijn matje. Ik weet het, ik moet naar de kapper, maar ik geef er gewoon niks om. En dat is het probleem. Ik geef gewoon niet zoveel om mijn uiterlijk. Ik weet niet waarom, maar het is wel chill. Weer een zorg minder. Oké, dames en heren. Mochten jullie genoten hebben van deze vlog, vergeet zeker niet te abonneren. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Ah, die moet mat.